In deze video geef ik een overview van de hele Cybertruck beeld. Als je de beeldvlogs wil kijken, klik dan even op de link rechtsboven. De Cybertruck is gelukkig ontworpen met vlakke plaat en harde hoeken. Dat komt voor mij goed uit, want ik kan hem zo uit een 1 mm dikke aluminium plaat laten lasersnijden en namaken. Zo heb ik wel de gave metaalhoek, maar is het nog wel met de hand te bewerken. Om metaal te buigen zijn er een hoop mooie tools beschikbaar. Een plaatwerker gebruikt hiervoor een grote zendbank, maar ook voor thuis zijn er verschillende oplossingen. Ik heb die allemaal niet, dus ik moest het doen met de tools die ik wel heb. Aan het begin was dat best wel even zoeken naar de goede techniek, zeker omdat ik de buiklijn wel mooi strak wil krijgen en de rest van de plaat wel gewoon ook strak wil houden. Het beste resultaat kreeg ik door eerst met een slijptol een groef te maken van ongeveer de halve plaatdikte en vervolgens om de rand van de werkbank of om een aluminium koker heen te buigen. En na een goede ochtend hiermee in de weer geweest te zijn, begon het toch wel heel erg op een Cybertruck te lijken. Bam, Cybertruck. Maar om van deze losse vorm naar een stevige buitenkant te gaan, soldeer ik de hoeken aan de achterkant en langs het voorraam met aluminium soldeer. Ook dit had ik nog nooit gedaan in een project, maar na wat testkokertjes gesoldeerd te hebben, besloot ik om er gewoon voor te gaan. Dit aluminium soldeer smelt bij een wat lagere temperatuur dan het gewone aluminium. En als je het aluminium netjes voorbewerkt en borstelt tijdens het solderen, kan je hiermee een erg sterke verbinding maken. De achterkant was zo gedaan, maar bij het solderen langs het voorraam kwam ik bij een wat grotere uitdaging. Hoe kan ik jou vastklemmen? Doordat het materiaal heel lang en dun is hier, begint het gelijk uit te zetten en te hangen als ik het warm maak. Hierdoor lukt het mij niet om het netjes bij elkaar te houden en met de lastige vorm die het heeft, kan ik het ook niet goed op zijn plek klemmen. Maar ik geef niet op en na er uiteindelijk zoveel mee gerommeld te hebben dat het helemaal verbrand is, heb ik toch maar besloten om opnieuw te beginnen. Poging 2. Gelukkig had ik 3 platen laten snijden, want ik wist dat ik nogal wat nieuwe dingen ging proberen in dit project. En bij lasersnijden gaat ook de prijs per stuk vaak vrij snel naar beneden als je er meerdere bestelt. Maar ik mocht wel weer van voren af aan starten met het buigen. Van de eerste versie had ik een hoop geleerd, dus ging de tweede versie een stuk sneller. En het werd ook nog eens een stuk netter. Best wel gaaf om die vooruitgang te zien met iets wat ik nog nooit eerder had gedaan. Na rustig nog een paar soldeertestjes gedaan te hebben op de oude koffer, besloot ik dat het tijd was om een plan B te bedenken en de voorkant nu met epoxy vast te gaan lijmen. Ze lijmen tegenwoordig hele vliegtuigen in elkaar, dus dat moet voor mijn Cybertruck ook wel gaan. Door het niet te solderen, maar te lijmen vanuit de binnenkant, had ik wel een kier aan de buitenkant gecreëerd, maar die kan ik met aluminiumvuller netjes wegwerken. Een ander voordeel van het lijmen met epoxy is dat ik het van tevoren met tape helemaal precies op zijn plek kon zetten zoals ik het wilde hebben. De wielkasten en de bumpers die heb ik allemaal geprint uit zwart PLA en nadat ik de support eraf had gehaald en wat details toegevoegd, konden die op het chassis gelijmd. Ik had in het aluminium een aantal schroefgaten voorzien, maar die heb ik uiteindelijk alleen voor de bumpers gebruikt en voor de wielkasten heb ik ze alleen gelijmd. Door het buigen met de hand was het plaatwerk alleen niet overal helemaal vlak geworden en was er een kleine kier ontstaan tussen de printdelen en tussen het plaatwerk, maar met een klein beetje zwarte kit kon ik dit netjes maskeren. Het chassis wat ik hiervoor gebruikt heb was geen truckchassis, maar was een straatautochassis en lag dus erg laag boven het wegdek. Door de veren met de schokdempers anders te monteren kon ik net wat meer hoogte tussen het chassis en de grond maken, wat er een stuk beter uitziet. Als je precies wil weten welke onderdelen ik hiervoor allemaal heb gebruikt, kijk dan even op mijn blog, ik heb de link hiervoor in de beschrijving staan. Normaal gesproken zet je de kap van een RC-auto vast met 4 pinnen die aan het chassis zitten en door de kap heen steken. Dit vond ik zonde van die mooie kap waar ik net zoveel tijd in gestoken had, dus ik ga voor een andere oplossing. Door de kap voor aan het chassis vast te haken en hem achter met magneten vast te zetten, kan ik hem makkelijk plaatsen en zie je er aan de buitenkant niks voor. Omdat ik deze auto niet maak om mee te gaan racen, maar puur voor het uiterlijk en om soms mee te rijden, kan dat prima. Kit is helemaal gedroogd. Moet je eens kijken hoe sterk dit is. Hij gaat echt nergens heen. Moet je dit zien. Ik heb de ramen, de beschermfolie van de ramen gehaald. Wat een look, hé. Met de kap gemonteerd en een belangrijk detail toegevoegd, heb ik uiteindelijk ook de motor binnengekregen en kan ik die op het chassis gaan zetten. Omdat de Tesla's bekend staan om hun sterke motoren, leek het mij passend om ook hier een flinke motor in te zetten. Dit is de grootste 3500 kV motor die ik kon vinden en er moest wat plaats gemaakt worden, maar uiteindelijk past het er samen met de servo en de ESC allemaal precies in. Laten we eens even kijken of die doet.
En ik wilde de kabels niet zo op laten vallen. Dus die heb ik allemaal netjes met een kabelslief weggewerkt. Ik heb hier een klein tussenstukje gemaakt tussen de ESC en de accu in. En vanaf hier lopen twee draadjes daar naartoe. Dan hier heb ik de twee tapjes die verbinding gaan maken. Eén draad loopt naar achter voor de achterlichten. En eentje loopt naar voren voor de voorlichten. Het is goed als ik het kap er nu op doe. Gaan de lampjes aan. Laten we even kijken. Dat is echt heel vet. Dit begint er al aardig op te lijken en nu hoef ik alleen nog maar een kleine bandenwissel te doen. Ik vervang de straatbanden voor banden die een meer trucklook hebben. En om het helemaal af te maken heb ik hiervoor kleine wieldoppen geprint in het design van de velgen van de Cybertruck. Ik heb er een week voor moeten wachten voordat het mooi weer was, maar het is eindelijk zover. Ik kan hem gaan rijden. Ik zit wel midden in de zon te kijken. Natuurlijk niet vergeten om een paar mooie slow-mo shots te maken en wat shots met het verkeersbord natuurlijk. Laten we dat gaan doen. Genoeg gespeeld, tijd voor thumbnails.